ze zoals onze voetballers. Ze scoren met het hoofd of voet of met de kom. Ik ben Tom van de duo Tom en Sherry. Ik ben woonachtig in Venlo en ben 64 jaar. Oranje knalders, onze trots, onze voetballers. Daarbij ben ik buschauffeur. Dat doe ik nog 3 dagen in de week. Mijn grootste passie is muziek maken, zingen, spelen. En dat is mijn, ja, dat is mijn alles. De oranje knalders worden kampioen. En ik hoop ooit nog eens, misschien, beter laat dan nooit, een doorbraakje te hebben. Ik bedoel, we hebben toen oranje knallers gemaakt. Daar zijn we dus tweede mee geworden. En ja, dan heb je weer, wanneer nog 538 met het koninginnennummer. Daar zijn we ook nog weer geweest. Dus ja, we hebben van die uitschieters. We hebben dus best wel veel televisie gehad en ook veel interviews. Maar ik bedoel, ja, daar alleen kom je er nog niet mee. Je moet echt een keer een knaller hebben. Nou, en die hopen wij ooit nog eens te maken. Joanna, de poren om leven zo geven. Verboden de dromen en leven. Voor de vragen aan, de morgen daarna. Aha, aha. Maar ook onze eigen nummers denken, hey, het zakt, dat gaat goed. Dus we hebben dus steeds meer erkenning. Er wordt ook steeds meer gevraagd door radioprogramma's voor... onze muziek op te sturen en zit er allemaal mee. Dus daar maken we niet zo druk op. Ja, met de carnaval is altijd feest. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. En ook nog vaak 's middags erbij en dan 's avonds. En toen deden we nog avondvullend. Ja, dat was altijd kijf. En dan zag je ook van alles gebeuren later op de avond, dat was altijd mooi. En de laatste avond op dinsdag, dan was het voor ons prijs natuurlijk. Want dan gingen we dus afbreken en dan, die mensen gingen allemaal al dingen. Die kastelein, die ging friet bakken en carbonaatjes en dat kon niet op. En dan zaten we dus met de bedieningen, waren allemaal vaak jonge meiden, jonge jongens, die zaten dus aan de lange tafel. En die ook allemaal wat gedronken nog even en dan werden dus de botjes gegooid en dan vloog de muziek tegen de nek aan en dat was altijd feest. Dat. En ene keer hadden we de verlichting op 2 statieven staan en ja, er kwam er ook zo'n zatlap, die kwam zo uit de deur, zal maar zeggen, dus, waar die eigenlijk niet mocht komen. En die vloog tegen die statief op en die flikkerde zo die hele lamp bijna om. Zo. En ik schreeuwde, gelukkig 3, 4 mannen die... En die zagen dat en die springen dat ding op, anders had ik alles naar de klote gaan. Dat ben ik wel. Oké, guys. Thank you very much. De water voor de party in de county town. De pens op heel stil en begin te reel. De bamboe jumping en de jump begin to swing. Je shoot hoort does not go chill, let's sing, let's rock. Everybody, let's rock. Ja, nou, als ik thuis kom, dan ben ik weer een ander mens. Dan trek ik mijn pakje uit en dan ga ik soms in mijn korte broek of in mijn onderbroek sta ik op die kamer waar ik muziek maak en waar ik muziek zing. En ja, dan ben ik een heel ander mens. Dan ben ik alles ook vergeten. Ik leef daarin op. Dat is mijn dingen. En zo gaat het nog verder, hè?